Ik heb in het verleden in verschillende boodschappen over dit onderwerp gesproken, maar het is passend bij het seizoen om het ook nu te adresseren. Een onbevlekte ontvangenis is meer dan slechts een wonder. Veel christenen begrijpen echter niet waarom dit nodig was. Natuurlijk is Jezus de Zoon van God. Dus God de Vader moest zijn vader zijn. Het kon geen aardse vader zijn geweest. Maar Jezus moest ook volledig mens zijn. Om een geldig vervangingsoffer te zijn voor de verzoening van onze zonden. Hij moest dus uit een vrouw geboren worden. Dit geeft dus in een notendop de noodzaak voor de zogenaamde onbevlekte ontvangenis. Oftewel om uit de maagd geboren te worden. Maar er komt meer bij kijken. Hij is koning der koningen. God heeft verklaard dat Yeshua, de Messias, op de troon van David zou zitten. Hij zou het koningschap erven. Merk op dat de troon van David een aards koningschap is. Het heeft betrekking op de duizendjarige regering en de vervulling van Gods belofte. Maar het is essentieel voor de erkenning van het overblijfsel van de Israëlieten dat dit correct en naar de letter wordt vervuld. Het staat dus los van het hemelse koningschap, dat hij reeds aan de rechterhand van de Vader uitoefent. De verwachte Messias zal Messiah ben David, de zoon van David zijn. En hij is Messiah ben Joseph, de zoon van Jozef. Beide vervuld in één persoon, Yeshua. Ik kon deze video niet al te lang maken, dus ik zal de betreffende schriftgedeelte niet allemaal voorlezen, maar ze hier op het scherm zetten en ook in de beschrijving vermelden, zodat u dit later zelf kunt bestuderen. Gedurende de tijd van de Babylonische ballingschap was Jechonja de koning van Israël. Hij was een afstammeling van Davids zoon Salomo. En een voorouder van Jozef, de aardse adoptievader van Jezus. Dit kan worden afgeleid uit de genealogie die in Matteüs, in hoofdstuk 1, wordt gegeven. Maar Jechonja was een slechte koning. Zo erg zelfs dat God een vloek over hem en al zijn nakomelingen uitsprak. God zei, geen van zijn nakomelingen zal ooit op Davids troon zitten en over Juda regeren. Geen enkele afstammeling van Jechonja zou in aanmerking komen als koning van Israël. Dus als Jezus een afstammeling is van Jechonja, hoe kan hij dan de Messias zijn, aangezien de vloek de nakomelingen van Jechonja verhindert om Davids troon te nemen? God had hier opzettelijk een situatie gecreëerd waardoor het onmogelijk leek om de profetieën te vervullen. Feitelijk kon alleen God het laten gebeuren. En het vormt daarmee een bewijs dat hij de volledige controle heeft gehad gedurende alle generaties, te beginnen met Adam. Bedenk dat Jozef alleen de wettelijke vader van Jezus was, niet zijn biologische vader. Daarom was Jezus niet van het zaad van Jechonja. De bloedvloek die hem zou hebben gedisqualificeerd van een wettelijk recht om als koning van Juda te regeren, werd dus niet aan Jezus doorgegeven. Maar de vraag blijft dan, hoe konden de profetieën in Jezus vervuld worden? Dat is waar Maria een rol speelt. Maria was de enige menselijke ouder van Jezus. Het was door haar afkomst dat Jezus een eerstgeboorterecht had in de bloedlijn van de stam van Juda. De lijn waaruit alle koningen van Juda kwamen. De genealogie van Jezus via Maria is niet via Salomo, maar via Nathan, de tweede overlevende zoon van koning David. Dit kunnen we achterhalen uit de genealogie die is opgetekend in Lucas in hoofdstuk 3. Jechonja was geen voorvader van Maria. En daarom rust de bloedvloek niet op de voorouderlijke lijn van Jezus via zijn moeder.
Maria is echter een directe afstammeling van koning David. Dus Jezus was zowel wettelijk als biologisch een zoon van David. We zien dus hoe Maria's geslachtslijn de bloedvloek vermeed en hoe door Jozef als wettelijke vader Jezus nog steeds in de koninklijke lijn van David was. Betekent dit echter ook dat hij recht heeft op het koningschap? Met andere woorden, kan deze titel worden geërfd via een vrouw in plaats van een man, de moeder in plaats van de vader? Het antwoord op deze vraag is te vinden in het Oude Testament. Er was eens een man in de stam van Manasse, Zelofgad, de zoon van Gefer, die alleen dochters had. Dit was de generatie die overgebleven was na de 40 jaar van omzwervingen in de woestijn. Hiermee zou dus de familielijn van Zelofgad van de stam van Manasse eindigen. Zijn dochters leggen deze zaak voor aan Mozes en hij brengt het voor God. God stelt een wet van erfrecht in, waardoor de dochters de erfenis van hun vader konden krijgen. En deze erfrechtwet is in de meeste delen van de wereld nog steeds van kracht. Maar er is een addertje onder het gras. De erfenis zou van familie of stam veranderen als de dochters buiten hun eigen stam zouden trouwen. Met andere woorden, de erfenis zou alleen via de dochter worden doorgegeven als ze zou trouwen met iemand van dezelfde stam. Dus om het koningschap van de stam Juda via zijn moeder te erven, moest aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Maria zou geen broers moeten hebben. Wat zo was, Maria's vader Eli had geen zoon. Maria zou van de stam Juda moeten zijn. En Maria zou binnen die stam moeten trouwen. En zoals we hebben gezien, waren zowel Jozef als Maria directe afstammelingen van koning David. Aan alle juridische en wettelijke voorwaarden is voldaan. Dus als Jozef de biologische vader van Jezus was geweest, had hij de profetie dat hij de Messias zou zijn niet kunnen vervullen. Dit vanwege de bloedvloek. Met andere woorden, afgezien van de wettelijke voorwaarden waaraan was voldaan, had Jozef nooit de biologische vader van Jezus kunnen zijn. Het zou nog steeds het messiaschap van Jezus hebben gedisqualificeerd. Dit ondersteunt de onbevlekte ontvangenis. En het maakt het zelfs een noodzaak. En dat is precies wat was geprofeteerd. In Jezus werd God gemanifesteerd in het vlees, gebouwd uit hetzelfde stof waarvan wij zijn gemaakt, dezelfde bouwsteen. Hoewel de conceptie door de Heilige Geest inderdaad een bovennatuurlijke gebeurtenis is, volgt de rest van Jezus' groei, geboorte, leven en dood alle wetten van de natuur waaraan ook wij onderworpen zijn. Pas in de recente geschiedenis van de mensheid hebben we kennis over DNA en hoe deze complexe moleculen onze biologische kenmerken bevatten. En het is pas heel recent dat we weten dat een kind zich inderdaad kan ontwikkelen en kan groeien met het genetisch materiaal van alleen de moeder. Normaal gesproken heeft de mens 46 chromosomen. Dat zijn als het ware pakketjes waarover het DNA is verdeeld. 23 van deze chromosomen zijn van de vader en 23 van de moeder. En elk van deze 23 bevat 22 zogenaamde autosomen en één geslachtschromosoom. De 22 autosomen bevatten alle informatie die nodig is dat het kind zich normaal kan ontwikkelen. Normaal gesproken zijn de autosomen van de vader en de moeder gemengd, zodat het kind eigenschappen van zowel de vader als de moeder erft.
Het door de moeder aangeleverde geslachtschromosoom is altijd een X. En dat van de vader is of een X of een Y. De combinatie van de geslachtschromosomen van vader en moeder bepaalt het geslacht van het kind. Met deze wetenschap kunnen we ons voorstellen dat een maagdelijke geboorte biologisch mogelijk is. Zolang er op de een of andere manier conceptie plaatsvindt. Maar om een jongen te verwekken moet er een tweede partij zijn, een vader. Omdat het enige chromosoom dat het mannelijke geslacht bepaalt, het Y-chromosoom, ontbreekt in het vrouwelijke DNA. Zo erfde Jezus dus al zijn menselijke kenmerken van zijn moeder en zijn geslacht en natuur van zijn vader, die het Y-chromosoom op bovennatuurlijke wijze door de Heilige Geest verschafte. Precies zoals de schrift verklaart. En dat maakt Jezus in elk opzicht de Zoon van God. Daarom moet het zo zijn dat Jezus niet de normale 46 chromosomen had, maar 24. 23 van Maria, inclusief het X-chromosoom, en slechts 1, het Y-chromosoom, van zijn hemelse vader. Onderzoek gedaan door Weiler Ron Wyatt heeft dit feit bevestigd. Dit alles was lang daarvoor door God zelf verklaard. In Genesis 3, vers 15 lezen we: En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen. Jezus is het zaad, of het DNA, van de vrouw. Samengevat, Jozef was de aardse adoptievader van Jezus. God is Jezus' hemelse vader. Jezus werd door God verwekt, bevrucht door de Heilige Geest. Maria was de menselijke moeder van Jezus, een jonge maagd die de Zoon van God ter wereld bracht. De bloedvloek op Jozefs lijn werd niet aan Jezus doorgegeven. En Maria's bloedlijn was puur, in die zin dat het zonder de smet van een vloek was. Maria had geen broers en was getrouwd met een stamlid. En dus zou de volledige erfenis van het koningschap aan Jezus worden overgedragen. Slechts één persoon in de geschiedenis van de mensheid heeft aan al deze voorwaarden voldaan. En dat is Jezus, Yeshua HaMashiach. Alleen God de Vader had de geschiedenis op deze specifieke manier kunnen arrangeren. En alleen op deze manier kon Jezus zowel de Zoon van God als de Mensenzoon zijn. Jezus' geboorte in deze wereld als een kwetsbaar babyjongetje was in alle opzichten een waar wonder. Mogen God u zegenen.